Hier krijg ik altijd zoveel vragen naar welke lipgloss ik altijd op heb. Het is gelukt jongens, ik heb schoenen gevonden. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag alweer woensdag. Ik heb net de vorige weekvlog helemaal geëdit en toen dacht ik, wacht, het is gewoon alweer woensdag. Ik wil gewoon het vloggen vol gaan houden. Ik moet gewoon weer gaan beginnen. Dus leuk dat je kijkt. Ik ga nu allereerst even naar de Action toe. Ik heb weer helemaal zin om een Action video op te gaan nemen. Ik heb ook wat dingetjes nodig. Dus ik ga even kijken wat ik allemaal kan vinden. Verder jongens hebben we echt een heel leuk weekend. Waaronder dus ook een bruiloft. Dit is de eerste keer dat Joep en ik zeg maar echt van vrienden een bruiloft hebben. Ik vind dit heel gaaf. Dus daar ga ik jullie ook mee naartoe nemen. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe ook even een duimpje omhoog. En vergeet die onder ook zeker niet om even te abonneren. Dan gaan Joep en ik nu richting de Action. En daarna moeten we trouwens snel door naar het huis, want er komt ook een monteur voor de kookplaat. Dus, let's go! Wij zijn nu in het nieuwe huis, jongens. We zijn terug van de Action. Ik heb echt veel leuke dingen gevonden, maar die ga ik dus allemaal laten zien in een shoplog. En nu ga ik weer een maaltijd eten uit de magnetron. Als je vaker naar mijn vlogs kijkt, dan weet je dat het de laatste tijd wat dat betreft echt een ramp is dat we dus niet kunnen koken. Er komt dadelijk toevallig iemand om de Bora te fixen. Of ja, hij komt dan het gedeelte leggen waar dan de stekker weer in kan, maar dat moet dan weer iemand anders doen. Het zou gewoon fijn zijn als we gewoon weer goed eten kunnen maken en gewoon weer eventjes gezond. Maar ja, het is even niet anders, dus ik heb weer een maaltijd. Die magnetron die blijft gewoon maar aanspringen. Wat eng. Het lijkt echt alsof er een geest hier is of zo. Ik weet niet wat dat ding de hele tijd aan het doen is. Nou, en dan gaat hij weer uit. Het is echt een beetje eng. Het zal wel. Maar ja, ik kan dus echt niet wachten als hier de keuken af is. En als dus bij mijn ouders de keuken af is. Maar daar is dus volgens mij vandaag ook een kookplaat gemaakt. Dus het is echt heel toevallig dat we nou precies tegelijkertijd eigenlijk alles aan het fixen zijn. Ik ben blij als het af is. Het is de volgende dag. Ik ben net klaar met het opnemen van mijn Action Shop vlog. Het is weer één grote zooi altijd. Maar maakt niet uit. Nu ga ik even een bestelling inpakken voor Joyce Choice. Want die moet ik dadelijk meenemen. En dan gaan we naar Eva toe. We gaan eerst even naar de oma van Joep. Want daar zijn we echt al een tijdje niet meer geweest. Dus daar moeten we even langs. En daarna gaan we naar Eva toe. Want we gaan haar helpen met haar scriptie. Want ze zei ja, ik vind het toch best lastig. Jullie hebben dit soort onderzoeken veel vaker moeten doen. Dus kunnen jullie even helpen? Nou, natuurlijk. Dus ik ben helemaal benieuwd. Ik denk dat het wel gaat lukken. Ja, ik ga even omkleden. En dan gaan we snel. Ik dacht, ik doe meteen even een reminder voor iedereen, jongens. Niet alleen voor mezelf. Maar als je nog geen water vandaag hebt gedronken, drink water. Ik ben het echt weer de hele tijd aan het vergeten. Ik ben vanochtend om 7 uur of zo begonnen met werken. Het is nu 5 uur en ik heb denk ik 1 kop thee op. Dus slecht. Heel slecht. Ik heb het laatst ook op Insta gezet. Dat kreeg ik ook een DM van iemand die zei, je kan het beste over de dag heen alles drinken. En niet in één keer zeg maar heel veel. Dus dat is ook iets om te onthouden. Moet ik ook gaan doen. Niet dat ik dit nu in één keer ga atten hoor jongens. Valt wel mee. Maar ja, even een remindertje. Ik ga nu echt omkleden. En dan kunnen we eindelijk gaan. Goedemiddag jongens. Het is vandaag een vrijdag. Joep en ik zijn echt al sinds vanochtend 8 uur bezig met allemaal taken doen en dingen doen die we echt even af moeten krijgen. We liggen niet helemaal op schema, om heel eerlijk te zijn. Maar liggen we dat ooit echt? Nee, maar nu is het wel heftig. We hebben in ieder geval wel onze kleren al voor de bruiloft voor morgen klaar. Dus dat is in ieder geval wel fijn. Maar ja, ik moet dus nog schoenen halen. Ik moet nu letterlijk heel snel nog ergens schoenen vandaan gaan halen. Ja. Verder ben ik ook bezig met editen en van alles door elkaar. Maar dadelijk gaan we dus ook de muur schilderen. Ik heb ook een shirt aan waar allemaal verf op zit. Want we gaan de muur in de slaapkamer schilderen. Ja. Ik denk dat het echt leuk gaat worden. Ik denk ook wel dat hij mooi staat. Ja. Ja, dit is dus de muur hier. Hij is altijd, omdat het zo overbelicht is hier, omdat er geen gordijnen hangen, is het echt heel moeilijk te zien die kleur. Hoe mooi die zeg maar is. Zandkleurig. Ja. Maar ook echt vet. Ook een mooie slaapkamer. Maar wij gaan dus even op pad voor schoenen. Ik moet nog even shampoo halen, want ik heb nu een andere shampoo gebruikt. En jongens, als ik een andere shampoo gebruik dan die ik altijd gebruik, dan wordt mijn haar is gewoon meteen zo van, nee, nee, ik doe niet meer mee. Dit gaan we gewoon niet doen. Het zit gewoon voor hen. Nee, het voelt gewoon meteen vet, Joep. Het is gewoon meteen, het valt ook best mee. Het valt wel mee, maar het voelt gewoon niet fijn of zo. En vanavond gaan we trouwens wel gezellig uit eten. Heel leuk, want mijn zusjes, of ja,
Ik noem elke zusjes, maar mijn jongste zusje is alweer 16. Maar in ieder geval... Zijn het ook je zusjes? Ja, zusjes, klopt. Maar alsof ze zo klein zijn, weet je wel. Maar die hebben dus zomervakantie. Dus officieel zomervakantie. En dan gaan we gewoon altijd uit eten. Dat is echt een traditie, want toen ik eigenlijk al echt kind was, hebben we dat eigenlijk altijd gedaan. Ja. Dus dat gaan we vanavond ook doen. Wel helemaal zin in. Wij zijn weer terug. Het is gelukt, jongens. Ik heb schoenen gevonden. Ik zal ze... morgen even laten zien. Joep heeft ook schoenen gekocht. Ja. Joep heeft nog allemaal sportkleren gekocht. We gingen eigenlijk voor jou en we hebben ook echt meer van mij. Ja, en ik heb ook shampoo gehaald. Helemaal top. En nu gaan we dus hier schilderen. Ik heb er best wel zin in. Ik weet niet, ik vind dat schilderen wel echt leuk eigenlijk. Ja. Wij zijn weer terug van het verbouwen. En we zijn ook meteen omgekleed, want nu gaan we dus uit eten. Yes. Ik vind het echt een leuke traditie, dat we dit gewoon altijd doen. Ja. Als we zomervakantie krijgen. Of ja, wij niet echt, maar nee, alsnog helemaal leuk. Dit is ook echt al 3 maanden geleden gereserveerd. Ja. Restaurant staat zo vol. We gaan weer naar Montimar. Als je vaak naar mijn vlogs kijkt, dan heb je het misschien al een keertje voorbij zien komen. Dit is echt een van mijn lievelingsrestaurants. Maar het is dus wel bijna altijd vol, dus dat is wat minder. Ja, wij gaan snel, denk ik. Yes. Let's go. Goedemorgen, jongens. Oh, heel die spiegel staat... in mijn gezicht te schijnen. Het is de volgende dag. We hebben gisteren een heel lekker etentje gehad. En het was nog best wel laat geworden. Dus echt een hele leuke avond gehad. En nu is het tijd om dadelijk te gaan kijken voor een wasbak voor in het nieuwe huis, voor in de badkamer. Want als binnenkort de loodgieter komt, moeten we zorgen dat alles in één keer afgemaakt kan worden. Dus het is echt belangrijk dat we eigenlijk vandaag iets gaan vinden. Ligt dus wel een beetje druk op. Let trouwens niet op mijn haar. Ik kom echt net... uit de douche, want ik heb pas mijn haar gewassen ook voor vanavond, voor de bruiloft. Heel veel zin in, echt heel veel zin in. Maar we moeten dus ook eerst even wat andere dingetjes gaan doen vandaag. Dus wij gaan snel de auto in en richting wat winkels, waar we dus hopelijk een wasbak kunnen vinden. Nou, we zijn er, jongens. Ze hebben hier zelfs een roze wasbak. Ze hebben hier echt van alles. Ik vind zoiets ook wel vet, een beetje zo'n meer grove, ja. Ik vind dit dus heel mooi en ik vind die zwarte ook heel mooi. Dat vind ik ook vet. Maar eigenlijk vind ik, ja... Nee, ik denk dat we toch wel echt voor zwart of zo gaan. Wij zijn eindelijk weer thuis, jongens. Het was het plan om een uurtje te gaan kijken voor een wasbak. Ja, dat is echt 4 uur geworden. Ja, maar we hebben het dus wel gevonden. En ik ben zo blij, want het weer is echt veel beter aan het worden. Gelukkig voor de bruiloft. Want vanochtend was het... Ja. Maar in ieder geval, dit laat ik allemaal in de... verbouwvlog verder zien. Dus daar kunnen jullie allemaal zien wat we precies hebben gekocht. Maar dit is in ieder geval de wasbak. Dus helemaal blij mee. En dan gaan we nu alles wegbrengen. Wij zijn weer in het nieuwe huis. Joep en ik zijn hier even om de spullen dus af te zetten van net. En ik kom hier ook 2 pakketjes ophalen. Is het gelukt? Heb je hem boven liggen? Ja, die wasbak was wel zwaar. Ja, maar goed. Dat is wel echt een dingetje. Maar ik kom hier dus ook 2 pakketjes ophalen. Want ik wilde nog even aan jullie mijn schoenen laten zien. En ik heb nog iets anders leuks voor vanavond. Allereerst ga ik even aan jullie mijn nieuwe schoenen laten zien. Ik heb ze dus gekocht in de uitverkoop. Heel chill. Ik liep naar binnen en ik had letterlijk, nou echt, Joep, binnen 5 seconden had ik deze al gevonden. Ja. Dus het is helemaal fijn. Ik vind het zelf een beetje tussen een sleehak en een hak in zitten. Ik vind het gewoon heel mooi. Het is de bruiloft heeft vanavond een thema, namelijk landelijk chic. En ik vond dit daar wel helemaal bij passen. We denken ook dat we wel over een grasveld en zo moeten lopen. Dus ik dacht, dan ga ik niet met naald hakken. Want dat gaat hem gewoon niet worden. De meeste meiden die weten wat ik bedoel. Want als je daarmee door het gras gaat, dan heb je gewoon echt een probleem. Dus ik denk dat dit helemaal leuk gaat zijn. En dan gaan we door naar dit pakketje. En hier ben ik toch veel enthousiaster over. Ik mocht namelijk wat dingetjes uitzoeken bij Laiko. Ik weet niet of jullie het merk kennen. Ik denk dat best wel veel mensen er al ooit een keertje van gehoord hebben. Maar dit is een website met echt heel veel mooie merken. Heel veel producten voor skincare, make-up. Ze hebben ook nog allemaal andere dingetjes. Maar ik vind het echt een hele vette site. Dus ik ga gewoon meteen het pakketje met jullie openmaken. En ik zeg dus ook dat het voor vanavond is, omdat ik zeg maar ook deze producten dus wil uit gaan proberen in dus mijn make-up look voor vanavond. Er zitten dus ook wat dingetjes bij. Ik ga daar proberen een beetje snel doorheen te gaan, want ik mocht echt veel uitzoeken. Dit vind ik zo vet trouwens, jongens. Ik vind het niet normaal dat ik gewoon dit heb mogen uitzoeken. Dus ik ben helemaal enthousiast. Dit is allereerst een bronzer die ik zelf al gebruik en dus nu nieuw heb gekocht. Deze ken ik dus al en gebruik ik elke dag. Maar die van mij is bijna op, dus heel fijn om een nieuwe te hebben. En die heb ik in de tint 01.
Dan gaan we door. Dit is, als het goed is, oogschaduw. Oeh, ja, heel mooi. Past ook helemaal bij mijn nagels, jongens. En deze ga ik dus ook vanavond opdoen. Oh, ik ben hier echt zo excited over. Dit vind ik ook heel leuk. Ik heb dus zo'n setje besteld met een haarband. Dat je haar zeg maar zo naar achter blijft zitten. Die heb ik zelf ook al eentje. Maar dit is helemaal top. Hier zitten van die armbandjes bij, zo noem ik het maar even. En als je dit dus omdoet en je bent dus bezig met je skincare, dan gaat niet al je water wat op je handen zit hier naartoe. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat echt de meeste mensen wel snappen wat het is en het al ooit een keertje gezien hebben. Maar ik denk dat het helemaal fijn is. Ik hoor altijd mensen die zeggen dat het heel handig is als je dus bezig bent met je make-up, je skincare. Ja, vooral eigenlijk je skincare. Dan is dit gewoon heel fijn. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen, jongens. Ik heb echt geen idee. Wat is dit? Oh ja, dit is een long-lasting make-up setting spray van Urban Decay. En ik hoor er altijd heel veel goede verhalen over. Dus ik heb hem nu in het klein besteld. Ik dacht, dan kan ik hem gewoon even proberen. Kan je hem ook handig mee op reis nemen. En dan kan ik altijd nog kijken of ik ook de grote versie zou willen. Dat is dus dit flesje. Ja, ik hoor er altijd hele goede verhalen over. Dan heb ik nog een Labello voor je lippen. En hier zit dus ook een bepaalde factor in. Ja, factor 30. En dat is dus eigenlijk een soort zonnebrand voor je lippen. Ik hoor de laatste tijd echt van veel mensen dat ze hun lippen verbranden. Ik hoorde laatst ook al iemand die de oogleden of zo had verbrand. Dus ik dacht, ik moet hier ook even iets aan gaan doen. Ik moet gewoon nog beter mijn zonnebrand gaan smeren. En het dus ook voor mijn lippen gaan gebruiken. Want kijk, in mijn, hoe heet het? BB cream die ik altijd op heb als mijn foundation, zeg maar. Daar zit al een SPF in. Maar ja, op je lippen heb je dat natuurlijk niet. Dus daarom vind ik deze ook helemaal top. En dit is dus ook zonnebrand. Maar dan voor over je make-up. Dat is dus deze van Garnier met de factor 50. Ik hoop echt dat dit gaat werken, jongens. Als je natuurlijk 's ochtends je zonnebrand op hebt gedaan na je make-up, dan is het gewoon heel fijn als je nog even door de dag heen bij kan sprayen. Dus ik hoop dat dit gaat werken. En ja, jongens, dat ik dit heb mogen bestellen. Dit vind ik zo gaaf. Ik ben hier helemaal excited over. Dit is wel veruit het duurste product. Ik zal trouwens alle linkjes even in de beschrijving zetten. Maar dit is echt insane. Ik denk dat de meeste van jullie dit potje misschien wel herkennen. Dit is dus van Bobbi Brown. En dit is de Vitamin Enriched Face Base. Ik hoor hier altijd zo'n goede verhalen over. Ik ga het dadelijk ook gebruiken als we dus naar de bruiloft gaan. Dus ik hoop dat het voor mij ook werkt. Anders sta ik daar met een gezicht wat niet zo mooi is. Maar ik denk het vast wel. Dan heb ik nog twee mascara's. De Sky High Mascara van Maybelline. Die was hier ook heel goedkoop. Echt iets van tussen de 8 en 10 euro. Dus ik vind dat in ieder geval heel goedkoop. Want normaal zijn deze in mijn beleving veel duurder. En deze van Essence. De Lash Princess. Ik vind ze in ieder geval allebei heel fijn. Ook om als combi te gebruiken. Dus ook zeker een aanradertje. Ja, dit is iets, jongens. Hier krijg ik altijd zoveel vragen naar. Welke lipgloss ik altijd op heb. Ik krijg daar heel veel vragen naar. En het is dus deze. Deze is heel goedkoop. Hij is letterlijk maar 2 euro ongeveer. Volgens mij 2 euro. Ze hadden alleen niet meer mijn kleur die ik normaal heb. Normaal heb ik de 08. En er was ook nog een andere, volgens mij de 08. Ik heb hem trouwens ook bij. Ik zal hem even laten zien. Volgens mij is dit dus de 08. Maar letterlijk alle informatie is ervan af. Omdat ik hem zo vaak meeneem en gebruik. Dat er staat niks meer op het stickertje. Dus dat is niet heel handig. En dit is dus de, oh, dit is 02. Die is wel een stuk roze. Maar ze hebben nog veel meer kleuren. Dus zoek je een goede lipgloss. Neem dan zeker even een kijkje. Het linkje staat in de beschrijving. Maar echt, neem deze. Ja, ik vind ze gewoon echt een hele mooie glossy effect dus ook geven. Het is ook normaal, want het is een lipgloss. Maar zeker een aanradertje. Ik heb nu, dit is de derde kleur die ik nu probeer. Ik heb dus twee kleuren daarvoor gehad. Het werkt gewoon altijd. Volgens mij is deze ook weer mooi. Ik kan het niet zo goed zien, maar volgens mij wel. We zijn er bijna, jongens. Ik weet dat het heel veel is, maar ik vind het ook wel weer leuk om wat vaker make-up en dat soort dingetjes in mijn video's te laten zien. Want ik vind het gewoon zelf ook heel interessant en ja, ik vind dat het juist wel mag. Dit is in ieder geval een lifter gloss van Maybelline. Deze heb ik zelf nog nooit gehad, maar ik wilde hem gewoon heel graag uittesten. Dan heb ik een concealer van Lancôme en dit is de kleur 215. Ja, dit moet ik gewoon nog even uit gaan proberen. Ik zag op TikTok heel veel filmpjes voorbij komen dat dit dus een hele mooie concealer is. Die echt zorgt dat je geen donkere kringen meer hebt. En dat heb ik af en toe wel. Zeker als ik weinig slaap, dan mag er wel even een laagje op. Dus ik denk dat dit helemaal goed gaat komen. Volgens mij is het ook wel best de goede kleur.
Stiekjes zijn ook altijd handig en deze mini mascara van Bobbi Brown heb ik er dus gratis bij gekregen. Die krijg je bij best wel veel producten, krijg je gewoon iets gratis erbij. Dan heb ik nog deze van Vichy. Zie ik ook altijd hele goede verhalen over dat dit heel goed is voor je huid. Dus die ga ik uitproberen. En als allerlaatste een loose setting powder. En dat is dus deze. Nou jongens, dit was dan even mijn unboxing. Ik wou zeggen kleine unboxing, maar ik heb echt zo ontzettend veel gekregen. Ik wil Lyko heel erg bedanken. Ik vind het heel gaaf dat ik zoveel dingen mocht uitzoeken. Wil je nou ook een kijkje nemen? Vergeet dan zeker mijn kortingscode niet, Joyce25. Dan krijg je 2 weken lang 25% korting op je gehele aankoop. Behalve op, ja, als er al speciale acties zijn en zo. Is natuurlijk ook wel logisch, want er zijn best wel veel producten waar je echt al veel korting ook op krijgt. Alle linkjes staan in de beschrijving. Dan ga ik nu alles weer inpakken. Ik ga mijn schoenen meenemen, dadelijk mijn krullen inzetten en dus mijn make-up doen. En dan kunnen we naar de bruiloft. Wij zitten in de auto, jongens. Ik wilde eigenlijk mijn outfit helemaal laten zien, maar we zijn redelijk laat. As always. Maar ja, maakt niet uit. Het regent wel echt pittig hard op het moment. Dus ik hoop dat het nog minder gaat worden, want volgens mij is het echt de bedoeling dat het gewoon een buitenfeest is. Ja, en een beetje baden. En ceremonie en alles. Dus we gaan het zien. Senna brengt ons weg. Heel fijn. Dus ik hoop dat we er snel zijn. Het is vandaag zondag, jongens. Wij hebben gisteren een hele leuke avond gehad op de bruiloft. Het was echt vet. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel ik gefilmd heb. Volgens mij valt het wel mee. Maar het was zo mooi opgezet. En ik weet, de ceremonie was dus in een hele mooie tent. En daarna gingen we weer naar een andere tent toe. Het was heel gaaf. Dus ja, echt een leuke avond gehad. We kenden ook veel meer mensen eigenlijk dan ik had verwacht. Dus dat is dan ook wel heel leuk om allemaal weer mensen te spreken. Nu gaan we in ieder geval verbouwen. Ik ben echt heel brak. Ik probeer het altijd een beetje te verbloemen, maar het is vandaag wel heftig. En we gaan vanavond weer naar een feest, dus dat wordt leuk. Dat wordt heel gezellig, maar ja, maakt niet uit. We gaan het gewoon wel leuk hebben. Joep en ik gaan nu in ieder geval verder met verbouwen. We gaan een wasbakje ophangen beneden in de wc en waarschijnlijk ook boven dus in de badkamer. Dus let's go. En ik vind het dus niet eerlijk, want Joep is bijna nooit brak. Ja. Jij kan er zo goed tegen. Nou, weet je wat mijn probleem? Die shotjes. Die shotjes, daar ben je niet meer gewend. Nee. Dan dat moet je mij echt niet geven. Dat is eigenlijk niet dan is hè? Nee, dan heb je mij. Maar ja, het was wel echt leuk. Gisteren. Het was echt leuk. Echt leuk feest. Hey jongens, het is vandaag alweer dinsdag. Ik heb gisteren op maandag helemaal niks gefilmd, want ik ben best wel ja, goed druk bezig geweest met van alles. Ik ben al begonnen met werken om ja, 7, 8 uur 's ochtends tot echt 11 's avonds om alles een beetje af te krijgen. Want ik heb vandaag een hele leuke dag staan en dan wil ik gewoon vast vooruit werken. Ik ga dadelijk eerst lunchen met Senna en met Danique. Danique was ook mee naar de zomerfeesten in Nijmegen. Ik ben heel erg benieuwd wie daar allemaal nog meer is geweest. Of naar de Vierdaagse is gaan kijken of zo. Want het is echt een hele leuke sfeer daar. En daarna, ja, vanavond gaan we dus iets doen waar we al heel lang kaarten voor hebben. Ik zag toevallig net in mijn telefoon dat we die kaarten al sinds 30 of 31 augustus vorig jaar hebben. Dus dat is gewoon al bijna een jaar. We gaan vanavond naar Coldplay. Ik heb er helemaal zin in met Klaasje en met Koen en met Joep. Ik ben me nu in ieder geval even aan het klaarmaken. Ik wil jullie ook nog even extra deze concealer laten zien. Die ik dus van Lyko heb gekregen. Dit werkt zo goed voor mij. Ik merk, ik heb nu dus alleen concealer op. En als ik dan ook nog mijn BB-cream eroverheen doe, dan mijn donkere kringen zijn gewoon echt bijna weg. Terwijl ik dat normaal altijd best wel bij mij altijd zoiets heb van, oh, dat mag wat minder. Dus zeker een aanradertje. Hij is wat prijzig, maar zeker een aanradertje. De andere spullen ook hoor, allemaal. Echt heel fijn. Ik ga me dus nu even klaarmaken. En dan gaan we dadelijk dus op pad. Ik ga dus alles in een What I Eat in a Day filmen. Had ik dat nou al gezegd? Oh jongens, ik ben helemaal, ik weet niet, ik ben zo excited over alles dat ik helemaal alles vergeet. Maar ik ga dus deze week geen weekvlog opnemen, maar een What I Eat in a Day. Dat heb ik ook een keertje op Bali gedaan, laatst nog. En daar kreeg ik heel veel leuke reacties op. Dus dan neem ik jullie gewoon een paar dagen mee. Een beetje vlogstijl, een beetje What I Eat in a Day. Dus ja, ik dacht dat is wel leuk. Dus neem ik jullie ook mee naar Coldplay.
En dit weekend gaan we een weekendje weg met de ouders van Joep en zusje van Joep. Dan ga ik niet vloggen. Ik dacht, dat doe ik gewoon lekker op Insta. Dan doe ik gewoon zo'n recapje met wat leuke restaurantjes zijn, waar we naartoe zijn geweest, wat leuke plekjes zijn. Dus dan kan je me even volgen op Insta. Zou ik ook heel erg leuk vinden. Ja, ik ben echt helemaal, ik heb helemaal zin in deze week. Het is ook lekker weer, dus dat werkt ook altijd mee. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze weekvlog leuk vonden. Doe ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker niet om even te abonneren. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!